Dit is het wekelijkse nieuws van TV Slingeland. Met ingang van 17 december wordt in Winterswijk een tijdelijk toeristisch recreatief informatiepunt geopend. De stichting Marketing gaat dit runnen met een groep vrijwilligers op de begane grond van het raadhuis. Het is een tijdelijke voorziening totdat duidelijk is hoe de nieuwe VVV in Winterswijk vorm gaat krijgen. Het trip is van maandag tot en met vrijdag geopend van 10 tot 1 uur. In het voorjaar van 2013 worden deze openingstijden verruimd. Bezoekers kunnen terecht met toeristische vragen over Winterswijk en omgeving. En ook zijn er fiets- en wandelroutes te koop. Sinds de VVV op 7 september jongstleden haar deuren sloot, is er geen plek meer waar toeristische informatie te vinden is. De winkeliers, de gemeente en de toeristische ondernemers ondervinden nog dagelijks het gemis van de VVV. En met dit trip is dit probleem nu weer opgelost. De leerlingen van de openbare basisschool in Kotten hebben van alle basisscholen in Winterswijk het beste gescoord met het aantal goede fietsen. Maar liefst 94,44% van de leerlingen was in het bezit van een goede fiets. In totaal zijn door 12 vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland 1471 fietsen gecontroleerd, waarvan er 1180 goed waren. En dat is een score van 80,22%. Voor alle kinderen van school Kotten was er een VVN-attentie. Voor de groepen 1 en 2 een lampje. En voor de groepen 3 tot en met 8 een reflecterende klik-klak armband. Burgemeester en wethouders van Winterswijk trekken ruim 25.000 euro subsidie uit voor hulp aan gescheiden ouders bij het maken van afspraken over een omgangsregeling met hun kinderen. De stichting Humanitas gaat met deze subsidie de komende 3 jaren het project Begeleide Omgangsregeling in Winterswijk uitvoeren. En dit project is ontwikkeld om de omgang tussen ouders en kinderen te bevorderen. Bij echtscheidingen zijn de verhoudingen tussen ouders vaak verstoord, zodat een goede omgangsregeling niet tot stand komt. Het project wordt grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. Zij bieden de ouders een steuntje in de rug. Een onderzoek heeft uitgewezen dat een scheiding vaak negatieve gevolgen heeft voor kinderen. Met de uitvoering van dit project bereidt de gemeente zich voor op de nieuwe taken die gemeenten er vanaf 1 januari 2015 bij krijgen op het gebied van de jeugdzorg. Van dinsdagavond 11 december 8 uur tot en met zondag 16 december is de bibliotheek Oost-Achterhoek gesloten. En dit in verband met het feit dat wordt overgegaan naar een nieuw bibliotheeksysteem. De bibliotheek stapt samen met 16 andere Gelderse bibliotheken over op een nieuw automatiseringssysteem. En deze samenwerking levert voordeel op. Zo kan er een eenvoudiger gezocht worden in de gezamenlijke collectie. En daardoor is een groter en breder aanbod van boeken en andere media beschikbaar. De fractievoorzitter van Winterswijks Belang, Dirk Willink, stapt per 1 januari aanstaande uit de gemeenteraad. De reden daarvan is dat hij van zijn partij niet de garantie krijgt dat hij de eerste wethouderskandidaat is na de verkiezingen van 2014. De voorzitter van de lokale partij, Peter Stemenink, zegt in een persbericht dat het bestuur deze beslissing respecteert en dankt Willink voor al hetgeen hij voor de partij en Winterswijk heeft gedaan. Inmiddels is Henk-Jan Tannenbaat gekozen tot opvolger van Willink als fractievoorzitter. Tannenbaat maakt al 7 jaar deel uit van de fractie. En hoewel Willink zich uit de politiek terugtrekt, blijft hij zich via zijn werkzaamheden voor de Stichting Erfgoed en Nationaal Landschap Winterswijk en de Stichting Steengroeventheater inzetten
voor de gemeente Winterswijk. Burgemeester en wethouders van Winterswijk hebben besloten de collectieve zorgverzekering voor minima per 1 januari 2013 uit te breiden. Met zorgverzekeraar Mensis is een nieuw contract afgesloten. Deze collectieve aanvullende verzekering is een extra bovenop de standaard aanvullende verzekering die iedereen bij Mensis kan afsluiten. Voor mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm biedt de aanvullende collectieve verzekering verschillende voordelen. En de voornaamste zijn 6% korting op de basisverzekering, 9% korting op de premie van de aanvullende tandartsverzekering, een vergoeding voor de eigen bijdrage thuiszorg, een vergoeding voor brillen en contactlenzen afhankelijk van de aanvullende verzekering van 100 tot 300 euro en een vergoeding voor de eigen bijdrage van hoortoestellen. En daarnaast nog een vergoeding voor pedicurebehandeling van 100, 150 of 200 euro. Inwoners van Winterswijk die denken voor deze collectieve zorgverzekering in aanmerking te komen, dienen contact op te nemen met de sociale dienst Oost-Achterhoek. En het telefoonnummer daarvan is 0544 474 200. In de hal van het streekziekenhuis Koningin Beatrix is een tentoonstelling van portretten te zien met de naam Onzeker Bestaan. De tentoonstelling van het FNV is opgezet door de Stichting Sociaal Steunpunt Winterswijk en laat het leven aan de raffe rand van de arbeidsmarkt zien. De stichting dient als vangnet in de reguliere hulpverlening en biedt materiële en immateriële hulp aan Winterswijkers die om welke reden dan ook maatschappelijk niet goed kunnen functioneren. Met deze tentoonstelling in het SKB wordt aandacht gevraagd voor de positie van werknemers en zelfstandigen met een krap inkomen. Veelal zijn dat alleenstaande ouders en met name moeders. De expositie omvat 20 portretten van werkende armen. En tot zover het wekelijkse nieuws van TV Slingeland. En ik wens u nog een hele fijne avond.